Dit is de week van de Global Entrepreneur Week. De Hogeschool Windesheim van Flevoland is daar druk mee bezig. Zo. Ja, het is een week vol informatie voor de jonge ondernemers. Han, waar zijn de studenten in het verhaal? Ja, dat zijn de jonge ondernemers. Hetzelfde, zijn ondernemer en student. Ja, okay. De hele week door is er van alles te doen op dat gebied. Zodat je goed kan voorbereiden op het bedrijf. En dan kun je beginnen en het uitbouwen, zeg maar. Damien Dompig, derdejaars communicatie. Als het goed is, nu op de Skype. Goedemorgen. Met z'n tweeën zie ik Goedemorgen. Zelfs. Met z'n tweeën zie ik yes. Wie heb je meegenomen? Ik heb mijn mede-projectgenoot genomen. Okay. En samen hebben wij een heel mooi iets wat wij vandaag mogen organiseren. Mm-hmm. Namelijk, dus inderdaad in het kader van de Global Entrepreneurship Week, hebben wij later op de middag een Learn to Earn seminar. En de insteek daarvan is, we weten natuurlijk allemaal dat Bitcoin nu booming is. Ja. En ja, natuurlijk andere cryptomunten. En op deze manier willen wij de mensen die toch een beetje benieuwd zijn van hey, wat is dat nou precies en hoe kan ik ervan profiteren? Die willen wij meer informatie daarover geven. Ja, maar Damien, profiteren doe je toch alleen maar als de koers omhoog gaat van die Bitcoin. Maar afgelopen week ging je ook even boem omlaag. Ja, dat klopt. Maar dat is een moment voor de mensen om scherp te zijn. Want op dieptepunten kan je in principe inkopen. Oh ja. Ik weet, ja, omdat, en dat gaan we dus allemaal leren vanmiddag. want het is natuurlijk niet alleen inderdaad een stijgende lijn omhoog. Maar wat je gaat leren is hoe je gebruik kan maken van inderdaad de hoogtepunten, maar ook de dieptepunten. Ja, is de Bitcoin van belang voor jonge studenten? Of jonge ondernemers, zeg maar? Wij denken in principe dat de technologie achter Bitcoin heel belangrijk gaat zijn in de toekomst. Dus niet per se de Bitcoin zelf gaat een grote speler blijven, maar wel de technologie. Dus ook de verschillende munten en daarom is het dus handig om te weten wat je daarmee kan doen. Ja, maar is het niet te gevaarlijk, zo'n digitale munt die erg op en neer gaat en soms ook gesplitst wordt? Dan heb je opeens een variant op de Bitcoin naast de Bitcoin. Ja, nee, dat klopt inderdaad. Maar dat is dus hetgeen waar wij vandaag dieper op ingaan en waar wij meer over kunnen vertellen later. Wij hebben een gastspreker uitgenodigd die daar meer van weet als ik natuurlijk. En die is zelf al jaren bezig met Bitcoin. Ja. Okay. En heb je ze zelf ook of niet? Ik heb ze zelf nog niet. Dus ik hoop vandaag ook meer te gaan leren. Daarnaast hebben wij ook nog een hele mooie fuck-up night, zoals we dat noemen. Yes. En wat voor night? En vanavond is de fuck-up night in Almere. Ja, en dat er komen ondernemers vertellen over hun, hun grote fouten. En waar ze, het zijn natuurlijk niet alleen maar succesverhalen bij het ondernemen. En juist die fouten, daar leer je ontzettend veel van. En die staan vanavond centraal in de fuck-up night in Almere. Waar ondernemers vertellen over hun fouten. Waardoor wij, jonge ondernemers en startende ondernemers, daar weer van kunnen leren. Zodat wij niet per se diezelfde fout hoeven te maken. Ja. Hey, als je die Bitcoin verhandeling wilt bezoeken en of die fuck-up night, maar je bent geen student, mag je er dan toch bij? Ja, zeker. Het is in principe voor alle geïnteresseerden. En op de Windesheim site, windesheimflevoland.com/GEW. 17. Kan je in principe je tickets halen. Want onze seminar is, een ticket kost €5,50. Ja. Maar natuurlijk is het idee daarachter dat je die zo terugverdient met de informatie die je krijgt.